lager omhoog. Je moet echt goed je rechts gestoten, hè. Iedere keer als die komt, als die maar de neiging krijgt om te komen, bam, gooi je die rechts wel te winnen. Hij wordt steeds wilder, dat hij merkt dat hij niet kan winnen, wordt hij steeds milder. Als je rustig blijft, je rechtshand goed inzet met een linkje, dan ga je winnen. Kom maar. Vroeger werd er gekeken meer naar het echt, de techniek van boksen. Nu is het echt de punten die tellen en dat is wel eens eng. Als je dan ziet dat alleen de harde stoten tellen en de techniek toch wel een beetje verwaarloosd wordt door dat systeem, vind ik het wel heel zonde. Ik heb meer treffers gemaakt, Chris. De heer wordt met treffers gewerkt. Met treffers. Goeie treffer, dan drukken ze. En ik heb, ik weet niet hoeveel keertjes met rechts getroffen. Mijn rij, ja, werd gewoon niet gewaardeerd. Wat vind jij ervan? Ik heb meer telkens als ik kwam, kwam ik mok met die rechtse. Ik werd zelfs moe met slaan, werd ik moe. We hebben in Nederland alleen nog maar een man met een goed karakter. Dat is Fighting Nordin en Joval. Maar ja, Joval die hebben kort geleden 65.000 gulden geboden om tegen Nordin te boksen. Daar heeft hij geen zin in. Ik hoor ook niets meer van Delibas. Ja, het is, ook in het buitenland wordt het boksen wat minder. Alleen in Amerika hele grote partijen. Holyfield, Lewis. Maar kleinere partijen, daar komen ook bijna geen mensen meer voor. Alleen met PTV, daardoor bestaat het boksen nog. Met grote casino's die daardoor zorgen dat alle gokkers naar Las Vegas en Atlantic City gaan. Maar het boksen, en dat vind ik echt erg, dat is aan het zakken. Ja, die hoor.